Dag kijkers, in Bladwijzer vandaag weer promotie voor het boek in het algemeen en voor sommigen in het bijzonder. Zoals dit hier, Consumentjes over kinderen en reclame. Een vakboek waar iedereen wat aan heeft, geschreven door Ingrid Bottenbergs uit Noorderwijk. Ik ben Ingrid Bottenbergs en na mijn studies marketing en communicatie heb ik mij gaan specialiseren in communicatie naar kinderen toe, waar ik nu al enkele jaren intensief mee bezig ben bij het reclamebureau The Young Ones, waar ik mij voornamelijk bezig hou met het schrijven van strategieën. Het is moeilijk om dat wetenschappelijk te gaan bewijzen of reclame al dan niet schadelijk is voor kinderen. Waar wij als bureau heel erg voor vechten en waar ik het boek ook voornamelijk voor geschreven heb, is dat je reclame kan maken die absoluut verantwoord is en toch ook wel heel leuk. En dat je daar eigenlijk vertrekt vanuit vooral respect vanuit het kind, vanuit de belevingswereld van het kind. We hebben voor Mechelen Kinderstad een hele leuke campagne bedacht. Was op zich geen evidente opdracht, omdat uiteraard Mechelen Kinderstad bestaat uit tal van activiteiten, zeer uiteenlopend. Van Technopolis tot de Neckar tot het Speelgoedmuseum, noem maar op. En we hebben daar een leuke manier bedacht om al die verschillende elementen te binden, om een bindmiddel te vinden. En de slogan die we ontwikkeld hebben is te gek om in los te lopen. Ik vind het heel belangrijk dat ook wij, reclamemakers, communicatiejongens, dat we een stukje toch wel onze verantwoordelijkheid nemen. En dat je niet alles afschuift op de ouders moeten maar nee leren zeggen. En daarom vind ik het belangrijk dat wat we doen aan communicatie, dat inderdaad vertrekt vanuit wat wij noemen een soort edutainment concept. En dat is eigenlijk een combinatie van educatie en entertainment. En dat is eigenlijk wat ik met het boek een beetje wil missionarissen naar de sector toe. Het is inderdaad een gat in de markt. Het boek is uitgegeven bij Lano Campus. Felicitaties nu voor Ludo Simons uit Turnhout. Die heeft de tweejaarlijkse cultuurprijs van de provincie gewonnen. De prijs werd uitgereikt in de Duffeltse Cinema Plaza. Ludo Simons is 68 en heeft als hoogleraar in de boek- en bibliotheekwetenschappen een indrukwekkende academische carrière uitgebouwd. Ik beschouw het dus ook als in mijn persoon inderdaad een beetje als een erkenning van al die mensen die in alle vormen van het bibliotheekwezen, in alle vormen die met het boek te maken hebben, in dit internettijdperk nog altijd geloven dat in het boek heel veel wijsheid ligt, zoals al in de Bijbel staat. Les Fleurs du Mal, een van de bekendste Franse dichtbundels, heeft Bob van Laarhoven geïnspireerd voor zijn nieuwe misdaadroman De Wraak van Baudelaire, uitgegeven bij Houten Kiet. Van Laarhoven neemt je deze keer mee naar Parijs aan het einde van de 19e eeuw. Daar gebeurt een reeks gruwelijke moorden en op elk lijk worden versregels gevonden uit Les Fleurs du Mal van Baudelaire. Het onderzoek legt een duivels complot bloot met vertakkingen tot aan het hof van keizer Napoleon III. Lekkere bekken kunnen al watertanden of zelf aan de slag gaan natuurlijk met Just Baking. In dat boek geven 11 Belgische banketbakkers hun geheime receptenprijs. Eén daarvan is de Geelse bakker Herwig Verlooy. Hij leert je onder meer een madeleine orange, een rabarbercake en een echte Geelse krieketaart maken. Het boek is een initiatief van de Eurobanketkring die de artisanale bereidingswijze hoog in het vaandel voert. Ik kan er u ook nog op uitsturen naar de bib van Merksplas bijvoorbeeld. Daar vertelt Gert Dussault over zijn uitzonderlijke reis naar Kaapstad in een Citroën de Chevaux. Nog wel, morgen is dat om 8 uur 's avonds. En op hetzelfde moment wordt in de bib van Westerlo een nieuwe dichtbundel voor de jeugd voorgesteld. Maar daarover volgende week meer in Bladwijzer. Het verzet tegen de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog in de streek van Mechelen, Putten en Heist op den Berg. Wie zich daarin wil verdiepen, die moet dit boek eens lezen. Het waargebeurde verhaal van partizaan Frans Storms. Opgetekend door Wart Adriaans en dat is de conservator van het Joods Museum van Deportatie en Verzet. Wij zijn hem in Mechelen gaan opzoeken. Verschillende soorten verzet. Dat gaat van sluikpers, kladden op de muren, over het verzamelen van inlichtingen. Dat gaat over het helpen van piloten.
En tenslotte is er ook het gewapende verzet, de sabotage. Het verhaal Storms gaat over eigenlijk een honderdtal mensen uit de dorpen Bordmeerbeek, Hofstade, tot Putten, Heist op den Berg toe. Een honderdtal burgers die in die gewapende verzetsorganisatie van de partizanen toetreden en in actie schieten. Zij gaan er tegenaan. En zeer vlug zullen zij betrokken worden in aanslagen op de spoorwegen. En dat is in dit geval de spoorlijn Mechelen-Leuven. Waarvan zij toch 23 ontsporingen zullen realiseren. En zij zullen ervoor zorgen dat tegen dat de landing van Normandië in aantocht is, de driehoek Leuven-Mechelen-Brussel-Schaarbeek, een internationaal belangrijke spoorwegknooppunt, dat eigenlijk onbetrouwbaar is geworden voor het Duitse leger. Zij kunnen bij benadering niet zeggen een trein die ze in die driehoek sturen, wanneer hij er zal uitkomen. Het is aan de lezer om te besluiten of de partizanen de taak die ze zichzelf opgelegd hebben, of ze die vervuld hebben. En in dit geval is het bilan, militair gezien, positief. Ze hebben een werkelijke bijdrage geleverd aan de bevrijding van het land, aan het verslaan van het fascisme. En we nemen afscheid van Dessel met een bijzonder gul gebaar. Niet één, maar vijf boeken kunt u vandaag winnen. Eenvoudigweg door de naam van dit programma te sms'en naar het nummer 3024. Daarbij onder andere deze Time Out, het nieuwe basketboek van coach Eddy Casteels. Volgende week dinsdag dan gaan we voor de laatste keer dit seizoen op stap met Stefan Breys. Dus ik zou zeker kijken.